Het is vandaag alweer de laatste carnavalsdag. De laatste loodjes wegen het zwaarst, dus doe je er goed aan om de dag met een stevig ontbijt te beginnen. In Wijchen kon dat vanochtend tijdens Schik op de Meert. Gezellig samen ontbijten, alvast het eerste biertje openen en genieten van de muziek. Net zoals veel dorpen in de regio heeft ook Wijchen gehad. Wijchen last van een teruglopend carnaval. En we hebben met een groep vrienden en met heel veel hulp van de plaatselijke horeca dit initiatief bedacht. We begonnen een aantal jaren geleden met 45 man hier op de Wijchense Markt Mert eitjes bakken. En inmiddels is het uitgelopen tot een serieus feestje. Dus daar is waar we het voor doen. Om de jeugd die in ieder geval carnaval wil blijven vieren, de kans te geven om dat hier in ons eigen Wijchen te doen. De sfeer zit er heel goed in. Het is de laatste dag vandaag, dus we moeten nog volop genieten. We zijn donderdagavond begonnen. Je hoort het al aan mijn stem. Het is bijna ten einde, maar met dit weer hier in Wijchen, wat wil je nog meer? We zijn er weer klaar voor. Het is de laatste dag. Schik op de Meert. Wat wil je nog meer? Zonnetje schijnt. En ook dit jaar is een typische Wijchense uitspraak het thema. Het thema is liever schik als een nieuwe box. Ja, oud Wijchens gezegd, hè? Liever plezier maken als nieuwe kleren halen. Nee, dat is weer het thema van het jaar. Ze hebben ieder jaar een thema. Kijk op mijn mouwen. Een nieuwe broek. Ik heb een oude aan. Vol met gloorvlekken, want er komt dadelijk nog meer rotzooi in. Kan mij iets schelen. Schik maken, met z'n allen carnaval vieren, dat is het leukste wat er is. Dus dan laten we die nieuwe broek maar even schieten en dan gaan we lekker carnaval vieren. En het bier wordt deze ochtend dan ook rijkelijk geschonken. We zijn muzikanten, dus een beetje drank hoort bij de klank.